Wat tof dat je deze video hebt aangeklikt. Mijn naam is Melvin en vandaag gaan we het hebben over vier kinderen stilden een auto en rijden ruim 1000 km per uur. Wat? Hebben jullie trouwens nog niet geabonneerd op dit kanaal? Doe dat dan zeker. Want wij zijn bijna op de 1000 abonnees en we zien dat 60% van onze kijkers wel kijken, maar nog niet hebben geabonneerd. Is niet goed, hè? Abonneer is gewoon volledig gratis. En jullie helpen ons naar de 1000 en jullie ook. Want als wij de 1000 hebben, gaan we iets superleuks doen. Een super grote giveaway met prijsbudget van alle likes wat we halen. Dat is zoveel likes, is de zoveel prijs wat je kunt halen van de prijs zelf. Of de ding wat je kunt winnen. Heel ingewikkeld misschien. Maar als je dat abonneert en we hebben de 1000, dan is het allemaal duidelijk. Maar er gaat zoveel leuke dingen doen. Want we gaan niet één special doen, maar namelijk 3 specials. Dat is ongelooflijk. Dus abonneer en dan weet je meer. In Australië hebben 4 kinderen ruim 1000 km gereden in een auto die ze van hun ouders hebben gestolen. Vraag niet hoe, maar ze hebben dat gewoon gedaan. Het jongste kind van 10 jaar en de oudste kind van 14 jaar. Nou, oudste is niet echt de verstandigste volgens mij. Maar de kinderen namen vishengels en contant geld mee. Daarnaast had een van hen thuis een afscheidsbrief achtergelaten. Waardoor de kinderen zijn weggelopen is niet duidelijk. De kinderen reden zaterdag weg. Pas zondag ontdekte de politie de auto en hield de kinderen natuurlijk aan. Nadat ze betrokken waren geweest bij 2 benzinestallen in een politieachtervolging. De auto waarin ze reden was al gestolen opgegeven. Ouders waren vervolgens de politie bezorgd over het welzijn van hun kinderen. De jongens en het meisje komen uit verschillende gezinnen. Vandaar misschien ook de reden dat ze gewoon een beetje klaar waren met hun stiefouders. De politieinspector is verbaasd over de grote afstand die de kinderen hebben gereden. Ik kan mij niet voorstellen dat iemand die afstand in 2 dagen rijdt. Hoe kan een kind zo hard rijden, blank gras en gewoon 's avonds laat geld steelt, vishengels. Waarom vishengels? I don't know. Dan ook nog de auto steelt en gewoon een afscheidbrief schrijft van jongens, zoek het lekker uit jullie, ik ga er vandoor. Ik ga alle kinderen meenemen. Ik weet niet wie zijn idee het was. Als het de oudste was, nou, dan is het een beetje dom. Als het de jongste was, oké, ook een beetje raar hoe je dat op idee komt. Misschien wel GTA gespeeld of andere spellen waardoor ze dat idee hadden. Ik heb geen idee, maar het is heel bijzonder. Dus denk jij dat dit berichtje waar is? Laat het dan eventjes hier in de reacties weten. Vergeet ook zeker even niet te abonneren op ons kanaal hier beneden en het belletje aan te zetten. Dat je zeker niks mist van al onze video's. En doe zeker een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met weer een gloednieuwe aflevering. Doei!